Hey Bandits, hoe is het met jullie? Goed. Super, heel goed. Ja. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Want het is eigenlijk begonnen bij Junior Eurosong, maar jullie waren toen niet één band, als ik me niet vergis. Hè? Dat is juist. De eerste keer met Junior Eurosong, dat was in 2007, heb ik daar, waar Toon en ik deed mee, maar niet als duo of zo. We hebben daar elkaar leren kennen. En rond hetzelfde moment zaten Thomas, Tim en ik in dezelfde gitaarschool. Hebben daar elkaar leren kennen en dan hebben we zo een bandje gevormd. Maar dan 2 jaar later pas hebben Thomas en Tim als duo TNT meegedaan. Ah, dus leuk. Dat is ongeveer het begin. En hoe is dan de naam Bandits ontstaan? Dat was nog een ander verhaal. Dus in het begin waren we de Gizon Band. En dan zijn we zo op een optreden een beetje ontdekt door iemand van VTM Kazoom. En dan is er zo een nieuwe star begonnen en zijn we ook met een nieuwe naam afgekomen, Bandits. En waar zijn jullie muzikaal op dit moment allemaal mee bezig? We hebben juist ook een nieuwe single uitgebracht en we zijn gewoon veel aan het repeteren en zo voor nieuwe dingen, voor de komende optredens en zo. En schrijven jullie ook muziek zelf? We zijn op het moment eigenlijk zelf muziek aan het schrijven voor een eventueel nieuw album of eventueel nieuwe singles. En met wie zou jullie ooit heel graag een duet willen maken? Goh, een duet, dat is heel moeilijk te zeggen. Wat wel fijn is, we hebben met ons vorige album we hebben mogen samenwerken met zeer veel bekende songschrijvers. Chris Wouters heeft mee een nummer geschreven, Udo, Sean Dont en zo. Maar een duet, daar zouden we eens moeten over nadenken. Ja, gewoon wacht, hè. Allee, ja, duet. Een gast. Ja, ja. Zanger, hè. Als we iets doen, dan moet dat zoiets heel origineel zijn. Zo, niet zoiets gewoon... Niets wat dat iedereen verwacht. Ja, niet zo met gewoon een andere zanger. Of nee. Gewoon zo echt... Iets speciaals. En wie is jullie grote idool of voorbeeld? Dat is ook een moeilijke vraag. Ik weet niet. Dat verschilt eigenlijk enorm. Ik luister naar van alles. Verschillende bands. Kings of Leon, Coldplay enzovoort. Ja. Ik ben buiten dat alternatieve hou ik ook wel van zo de soul en funk. Stevie Wonder en zo. Cool and the Gang. Dat vind ik zeer fijne muziek. Jij sluit u erbij aan? Ja, ik vind dat ook heel toffe muziek. Maar inderdaad, zoals Tim ook zei, ja, veel verschillende stijlen. We hebben ook al covers gedaan van Bart Peters, dat is ook heel toffe muziek. En dan Coldplay, Céla Sue, zeker. Vind ik heel tof. En jij? Bij mij zo Foo Fighters, AC/DC en Metallica. Zo van die dingen. En Triggerfinger natuurlijk, hè. Absoluut. En jullie hebben ook je eigen reality-reeks achter de rug. Hoe was dat eigenlijk om constant door camera's gevolgd te worden? Op het begin was dat even winnen, hè. Maar na een tijd. Allee, dat was een heel plezante crew en zo om te doen. En we hebben daar ook veel mensen door leren kennen en zo. En ja, dat was in het algemeen wel super tof. En hoe lang heeft dat dan geduurd als ze jullie gevolgd hebben? Ik denk een jaar of zo. Ja, zoiets. Het zal iets minder zijn geweest. Een kwart van een jaar. Hier, Pietje, precies. Ja, en wat was het leukste moment van de opnames? Wat zijn jullie zoal allemaal gaan doen? Zeer veel mogen doen. We zijn een dagje naar Londen geweest met de cameraploeg. Dat was zeer gezellig, want dat is toch wel een stad die je eens moet gezien hebben. Zeker als je met muziek bezig bent. Wat hebben we nog? Ja, toen was eigenlijk het eerste concert wat we echt hebben gedaan als Bandits, was Pennenzakker ook. Daarmee zijn we begonnen. Dat was vorig jaar in 2011 dan. En ja, dat is dan ook wel in de reeks gekomen. Voor de rest nog iets, echt. We hebben zo naar een pretpark eens mogen gaan. Maar niet voor de reeks. Pretpark zou gewoon zijn. Echt al een paar. We hebben in de studio hebben we ook veel gezeten. Een kijkje achter de schermen dus. Ja. We zijn ook eigenlijk gewoon een paar keer gratis naar Centerparks mogen gaan. En dan dat is altijd meegenomen. En hebben we daar nu een fanweekend binnenkort, dus dat is wel chill. En wanneer is dat fanweekend? Binnen 2 weken. Dat is het weekend van 16 tot 18. 16 tot 18, alleszins het weekend waar 16 november invalt. Daarin. Of 17. Of 7, 16, 17 en 18. Ja, voilà, 16, 17. Ja. En het is in Centerparks Vossenmeren. En wat kunnen wij doen om daar naartoe te komen? Via de site van Centerparks kunnen we zo inschrijven voor het Bandits Fan Weekend mee te doen. En we gaan daar van alle activiteiten doen. We bowlen, gaan zwemmen. We gaan een optreden doen. En ja, allemaal toffe dingen. En wat is naast zingen nog een hobby van jullie? Waar ik veel mee bezig ben, is film. Ik heb ook onlangs juist met Toon een film gemaakt in de vakantie. En film ben ik veel mee bezig. Dus inderdaad, we hebben een film opgenomen. Maar Tim is eerder... Dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is een aparte hobby. Maar Tim is meer met de technische kant zo wat bezig. En ik ben dan eerder zo wat... Scenario, creatieve deel en zo. En daarnaast speel ik nog toneel ook. Ja. En waarover gaat die film? Dat mag Toon uitleggen. De film gaat eigenlijk over
vier jongeren die we elk afzonderlijk volgen. Maar die hebben elk hun problemen. Het is een redelijk harde film. De realiteit komt er wel in boven. En we gaan zien dat die vier verhaallijnen zo wat doorheen gaan lopen. Naarmate het verhaal. Heel leuk. Ja, het is zo vier personen. Ja, die spelen er ook mee, ja. Trouwens. Het is een beetje autobiografisch dan. Nee, eigenlijk niet. Nee, het is iets totaal anders. Hè? Nee, we hebben eigenlijk gewoon gekeken naar mensen in onze vriendenkring die wouden meedoen. En we hebben daar dan, ja... Eigenlijk was eerst het idee een kortfilm van te maken, maar het zal al iets langer worden eigenlijk. Lea Wietvrouwen van Benidorm Baster speelt er ook in mee. Dus wauw, leuk. Ja. Cool. En hoe heb je die dan allemaal kunnen strikken? Dat hebben we eigenlijk via de manager Michael gedaan, die wat contacten had en zo. Dus daar hebben we dan gemakkelijk. Dat is gemakkelijk, inderdaad. Ja. En wat zijn jullie hobby's nog? Ik deed eigenlijk waterpolo. Ben ik nu eigenlijk mee gestopt omdat het wat druk was. En wat ik ook heel graag doe is, ja, ik ga veel skiën in de wintervakanties. Ja. En ja, muziek daarbuiten ook gewoon. En dit jaar ga je terug skiën? Ja. Dat is leuk. Niks breken, hè? Nee. Voorzichtig zijn. En uw hobby? Goh, ik heb eigenlijk niet echt een hobby. Gewoon weggaan met vrienden. En met de band. Ja, voilà. Dat is het. Chillen. En chillen. Dat is Thomas Sijn. Oké, dank je. Zometeen hebben we meer vraagjes voor Bandits. Nu gaan we kijken naar Tijd van ons leven. Bandits, jullie zijn ook ontzettend populair bij de meisjes. Krijgen jullie veel fanmail en liefdesbrieven? Dat valt eigenlijk goed mee, denk ik. Ja, we hebben wel soms brieven en we beantwoorden die dan ook. We sturen zo'n kaartje op met een boodschap. Dus. En zijn er dan zo meisjes die altijd vooraan aan het podium staan voor jullie te volgen? Ja, zo zijn er toch wel. We hebben ook twee fans die eigenlijk al van heel het verhaal, zelfs als we gizelmend waren, die altijd voor het podium staan. Dus dat is wel tof. Toch wel leuk. Ja, zeker. En wat is het zotste dat een fan ooit voor jullie gedaan heeft? Daar heeft Thomas nog een verhaaltje bij. Ik heb ooit €50 in een envelop aangekregen thuis. Maar ik heb die dan teruggestuurd naar die fan om zo'n beetje raar geld aankrijgen. En daar zat een briefje bij? Daar zat ja een briefje bij van hey Thomas, hier is €50. En leuk, ja. Het was voor uw verjaardag? Nee, het was eigenlijk... Nee, het was gewoon... stak in het jaar gewoon. Gewoon een beetje zakgeld voor u. Ja, voilà. Klopt. Je dacht niet, ik ga daar een leuke outfit van kopen of zo? Nee. Ja, nee, dat is wel een beetje raar. Ja. Ik heb dat teruggestuurd. En krijgen jullie dan ook knuffelbeertjes en kaartjes en dat soort dingen? Ja, op optredens vooral dan, dat ze zo dingen gooien. En of achteraf, we doen ook altijd een handtekeningssessie na de optredens. En dan krijgen we soms wel van die dingen, vooral snoep ook. Dat eten we dan op de volgende repetitie. Wat is jullie lievelingssnoep? Zo van die rode repen, maar ik weet niet hoe dat noemt. Rode, dikke... Matten. Ja, matten. Goed onthouden, hè, fans? Ja. Is dat bij iedereen hetzelfde? Ik weet niet. Ja. Zwarte muizen vinden wij wel eens. Dus de samenvatting, zwarte muizen en rode matten. Het is ook bijna kerstvakantie. Een weekje vrij dan. Wat is het leukste dat jullie eigenlijk zouden doen als je zo'n weekje vrij bent? Goh. Jij wou misschien wel gaan skiën, geloof ik. Hè? Ja, ik ga sowieso een week skiën al. Ja. Goh, ja, ik weet niet, ook skiën of zo. Ik weet het eigenlijk niet. En, wat doe je nu als je een dagje vrij bent en je denkt, het is echt mijn dagje, ik wil gaan chillen. Wat doe je dan? Ik weet niet, ik denk dat ik verder ga monteren aan de film. Ja. Ik weet niet, ook ons wat ontspannen en zo. En wat. Ik denk dat op momenten dat we echt zo een dagje vrij hebben, dat we dan ook elk wel eens apart ook wat kunnen chillen. We zien elkaar al wel veel, we zijn er bezig en we amuseren ons dan wel zeer hard. Maar ik denk als we dan zo eens thuis zijn, dat het ook wel eens leuk kan zijn om gewoon even chill op je eigen wat te zijn. Kijk, niet te zien. Nee, inderdaad. En wat doe je dan? Ik zelf? Buiten aan de film? Ik ben er eigenlijk nu niet meer zoveel mee bezig, want nu is Tim zijn job. Tim monteert heel die film. Nee, wat ik veel doe, ik zit thuis uren achter de piano te spelen. Ik ben wel drummer van de band, maar ik speel ook piano en daar kan ik uren mee bezig zijn. En spelen jullie dan allemaal andere instrumenten of ben jij de uitzondering? Nee, Jasper speelt ook. Piano. En Tim ook wat? Ik speel ook op piano. En Thomas kan ook wel gitaar. Ja, ik kan ook gitaar spelen. Ja. En hebben jullie allemaal geleerd bij de muziekschool dan waarschijnlijk? Gitaar heb ik van mezelf geleerd. Ik heb piano ook en Tom ook. Ja. Eigenlijk is Jasper de enige die echt naar conservatorium heeft gedaan. En zo. Want jullie gaan ook nog naar school. Welke richting volgen jullie? Multimedia. Wetenschappen, moderne talen. Humane wetenschappen. En economie, wiskunde. Amai, allemaal wel verschillend. Wat is uw lievelingsvak? Audio, video. Oh. En wat houdt dat juist in voor de kids? Gewoon film en zo. Alle
dingen leren over film en hoe je moet filmen en zo. Ja? Goh, dat is zo moeilijk om te zeggen. Allee, het is niet dat ik school wauw vind, natuurlijk. Maar ik vind wiskunde niet super saai. Ja, natuurlijk, LO is tof als ontspanning. Goh, wat heb je zo nog? Of wat doe je helemaal niet graag? Dat hangt ervan af met wat je bezig bent. Nee, Frans bij mij. Nee, ik vind Frans nog wel gaan. Nee, dat vind ik, wiskunde vind ik leuk als ik kan, het stuk waarover je bezig bent. Maar meestal vind ik dat... Nee, is wiskunde niet voor mij. Zeg, en welk cadeau zouden jullie bij Kerstmis heel graag onder de boom willen krijgen? Een moeilijke? Ja. Wacht, hè. Ik weet niet. Wat wil ik ze nog hebben? Ja. Iets voor film. Ja. Een team die heeft al alles. Dat is... Ik weet niet, een kraantje of zo, of nog wat camera's. Ja, voilà. Nog wat. Een kraantje? Goh, het is een moeilijke vraag. Ik ben aan het sparen nu voor een nieuwe piano eigenlijk, maar echt wel een waar ik al even voor ben aan het sparen. Dat is een hele goede. Als ik die heb, heb ik zoiets van, ja, dat is goed nu. En jij? Oh, dat is moeilijk. Ik heb juist een nieuwe gitaar gekregen, dus daar ben ik super blij. Geen snaren dan voor binnenkort. Ja. En jij? Voilà, ik zou een Canon 7D, zoals een team heeft. Of wat? Of een reis naar New York of zo. Ah, voilà, dat zou wel, ja. Met z'n allen dan, hè? Ja, met z'n allen. Dat zou heel cool zijn. Voor daar dan een nieuwe videoclip op te nemen. Ja, voilà. Ja, voilà. Op het dak van een gebouw. Ja, super. Met die mooie gedachten gaan we afsluiten. Hè? Hebben jullie nog een boodschap voor onze boys en girls? Rode matten zijn super lekker. Ja. Misschien moeten we gewoon even zeggen, hopelijk kunnen jullie allemaal eens verwachten bij een van onze volgende optredens. Ja, voilà. En see you there. Adios. Adios.